Tomerfeest Genderen editie 2018, de 36e editie alweer. Bij ons de voorzitter van de club, Linda. Goedenavond, 36e editie. Hoe ziet het programma eruit? Wij zijn gisteravond begonnen met de eerste dag van de wandeltweedaagse. En we hebben gisteren de 55 plus bingo gehad. Die was lekker druk bezocht. Mensen hebben het weer goed naar hun zin gehad. Vandaag hebben we de tweede avond van de wandeltweedaagse. En wij hebben vanavond kinderdisco en dan draait de DJ door voor de jeugd. Morgenmiddag komen de kinderen vanuit school lekker wat eten. Dan gaan ze instrumenten maken en vissen. S'avonds hebben wij een hardloopronde van de Alten aan Rood circuit. En daarna hebben wij de modeshow met medewerking van Studio 22, Tomboy, Heroes en Smitschoenen. En donderdag hebben wij het Genders Buffet. En daarna hebben wij de finale avond van de dorpsquiz, waarvan de voorronde in juni al is geweest. Daar hebben jullie toen live uitzending van gemaakt. En vrijdag hebben wij bandavond met 100% katoen en Missing One. Zaterdagochtend beginnen wij met de kofferbakverkoop en de kinderrommelmarkt. Dan is er een volleybaltoernooi en een toerrit voor de oldtimers, oldtimerbrommers. Dan hebben wij s'avonds de Hollandse avond. En daar komen dit jaar Xandre Buissonnier, Sean West, Arjon Oostrom en Patemoes Groen. Al met al, het klinkt als een heel druk programma, maar ook een divers programma. Stoelen jullie daarop? Ja, wij proberen voor elke leeftijdscategorie iets neer te zetten, van jong tot oud, zodat iedereen een avond sowieso zichzelf kan vermaken. Het is voor ons echt een dorpsfeest. Het valt een paar dingen op in het programma wat je opnoemt. Wandel tweedaagse. Waarom twee dagen en bijvoorbeeld geen vier? Ja, daar hebben wij inderdaad over nagedacht, maar omdat wij een redelijk divers programma hebben, hebben wij gewoon niet de ruimte om vier dagen te wandelen. Dus zijn het er twee geworden. En wat houdt de Genders Buffet in? Het Genders Buffet is gewoon lekker samen zijn, eten onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar lekker kletsen. En dan hebben wij een warm en koud buffet en daarna hebben wij dan de dorpsquiz. Nu is het zo dat je nu onder de gemeente Aalburg valt. Hoe zien jullie dat zelf voor volgend jaar? Want dan wordt een nieuwe gemeente, hè? Ja, dat klopt. De gemeente, ja, daar zijn we mee in contact geweest. En in oktober zijn we uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente. En dan krijgen wij in principe te horen of er eventueel dingen gaan veranderen. Maar vooralsnog hebben ze gezegd dat er niets gaat veranderen. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon lekker plaats kan vinden zoals het ieder jaar plaatsvindt. Gewoon op dezelfde manier verder? Gewoon op dezelfde manier verder. Ja. Hey, wat ook opvalt is dat er veel verenigingen kampen op het moment met veel vrijwilligers. Om goede vrijwilligers te krijgen. Hoe is dat bij jullie? Wij hebben op dit moment nog geen gebrek aan vrijwilligers. Mensen die staan nog steeds open en zijn bereid om ons te helpen. Dus daar zijn wij heel blij mee. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat de gemeenschap van Genderen gewoon zo in elkaar steekt. Het is voor elkaar en met elkaar en we doen dit gewoon allemaal samen. Okay. Tot volgend jaar dan maar weer. Ja, dankjewel.